In deze video ga ik jullie uitleggen hoe je een kat kan temmen in Minecraft. Maar jullie denken nu misschien, waarom zou ik een kat nodig hebben? Ah wel, als je een kat getemd hebt en je gaat slapen, dan is er een kans dat je een random item krijgt. Het kan gaan van bijvoorbeeld konijnenhuid tot zelfs phantom membranen, dus dat is best wel nice. Maar oké. In mijn opinie is de beste manier om een kat te temmen gewoon, pak een rauwe vis, een rauwe zalm bijvoorbeeld, en blijf gewoon achter hem aanrennen. Dan als je dicht genoeg bij hem bent, dan druk je gewoon om hem te voederen. Meestal gaat het niet werken, maar als je geluk hebt, dan toont hij hartjes en werkt het wel. En als je deze video leuk vindt, vergeet hem dan zeker geen like te geven. En abonneer op mijn kanaal, want dan blijf je op de hoogte als ik een nieuwe tutorial video upload in de toekomst. Katten kan je overigens in twee plaatsen vinden. Je kan ze vinden in een village waar ik nu ben en dan kan je ze gewoon zo tamen. Of je kan ze vinden in een witch hut, in zo'n heksenhut. Daar is altijd één zwarte kat. En als je daar gewoon ingaat, die kan niet wegrennen want die zit in een hok. Dus die is altijd heel makkelijk te temmen. Maar oké. Als je dan twee katten hebt, dan kan je ze ook gaan breeden. Hoe je dat doet is, je laat ze allebei recht staan, je geeft ze allebei één rauwe zalm, dan krijgen ze hartjes, gaan ze een beetje rondlopen en dan normaal gezien krijg je één babykat. Dat is ook handig voor XP, want je krijgt er een beetje XP voor en als je dan je kat snel wil laten groeien, geef je die gewoon heel veel zalmen en dan is hij weer gegroeid. Oké, dus dan was dit denk ik voor deze tutorial. Als je de tutorial leuk vond, vergeet hem dan zeker geen like te geven. Abonneer op mijn kanaal, want dan blijf je op de hoogte als ik een nieuwe video upload in de toekomst. En misschien zijn een van de twee video's hier in het midden van uw beeldscherm ook wel leuk. Daag!